Jongen, heb je wat te bewijzen of zo? Wat een fout ding, man. Het lijkt me niet dat mensen die in een WRX STI rijden iets mogen zeggen over foute auto's. Ja, hou even. Jij weet donders goed dat de STI een van de weinige auto's is die ook maar iets kan inbrengen tegen deze RS. Oh ja, laat me zien. Nou, prima. Ja, die Tameling is natuurlijk veel sneller van zijn lijn af door zijn vierwielaandrijving. Maar dit is de RS500. Dus een nieuwe intercooler, nieuwe luchtinlaatsysteem, nieuw uitlaatsysteem, 350 pk. 50 pk meer dan die Subaru. Ja, dit gaat hij echt niet winnen. Kijk hem nou zitten, joh, met zijn matzwarte Focus RS. Je zit er natuurlijk te claimen, ja, 350 pk, voorwielaandrijving, lekker licht, lekker snel. Jongens, ik heb vierwielaandrijving en reken maar dat ik het eerste weg ben en die paar pk'tjes extra gaan hem echt niet helpen. Ik ga dit winnen. Zo, even het diff lokken. Hoppa! Zij toch? Wij zijn het eerst weg. Wat is die Subaru snelweg? Schakelpiepje geeft aan wanneer ik... Maar daar komt hij al. Het ideale... What the hell? Ik zit in 4 en hij trekt gewoon weg. Tot ziens! Meen je niet? Jammer dan. Vergis je niet hoor jongens, dit ding is niet alleen snel in rechte lijn. Hij heeft echt een fantastisch bochtgedrag. Ik sta vooral van te kijken hoe goed hij instuurt. Eigenlijk onderstuurt hij gewoon nooit. Nee, die kont gaat los. Of je nou aanremt of je gas loslaat, ontzettend veel overstuur. En dat voor een voorwiel aangedreven auto. Dit is echt de meest spectaculaire auto in zijn segment. Ja, daar moet ik Roy eigenlijk wel gelijk in geven hoor. Die RS is zo waanzinnig bruut, maar vlak deze WRX STI ook bepaald niet uit. Want ook dit is nog steeds een ontzettend lekkere hete hatchback. Hij is iets minder extreem dan die RS. Maar toch, weet je wat ik nou altijd het mooie vind van een Subaru Impreza WRX STI? Je kunt er zo makkelijk, onnoemelijk hard mee gaan. Even een beetje demonstreren. Hier komt een bocht aan. Nou. Even mooi aanrijden. Je gaat midden in de bocht op je gas staan. En de auto regelt alles vanzelf. Waanzinnig. En ondertussen rij je zomaar hoogst illegale snelheden. Ja, en als je me nou vraagt welke van deze twee bullebakken ik het liefst zou willen hebben, daar kan ik op dit moment nog geen antwoord op geven, want dan moet ik toch echt even met Roy ruilen. Je hebt lang genoeg in die gereden. Nou ben ik. Nou jongens, als jullie denken dat ik voor het spel deze auto nu ga afzeiken, dacht het niet. Ik vind die STI hartstikke gaaf. Weet je wat is? Die Focus is vooral leuk op de openbare weg of op het circuit als je mooie lange doordraaiers hebt en dan die grip en de manier waarop je met die kont kan spelen. Maar bij dit soort haakse bochten met of zand of nat wegdek, dan is die STI echt geweldig. Die vierwielaandrijving. Je gooit hem de bocht in. Je gaat vol op het gas en hij komt daar oversturend met 4 wielen tegelijkertijd uit. Nou, dat is in die Focus echt onmogelijk. En dat geeft echt een enorme kick. En die STI moet je een beetje meer ontdekken. Die Focus is bruut van zichzelf en de STI die verbergt het. En als je gaat pushen, dan merk je het pas.
Hij is niet beter dan de Focus, hij is wel anders. En mijn winnaar is denk ik toch de Ford, omdat hij gewoon wat spectaculairder oogt en doet. Die STI vind ik alleen al qua uiterlijk niet zo geslaagd. Maar onderschat hem qua rijden zeker niet. Het is echt een gaaf ding hoor, dit. Dit is toch wel van een heel ander kaliber, hoor, jongens. Mijn hemel, wat een auto. Die WRX is te gek, maar dit... Deze heeft zoveel meer overtuiging, is zoveel speelser om te rijden. En vooral dat geluid. Nou ja... Oh, dat... Daar haalt de WRX het niet bij. Bochtgedrag van de WRX is evenwichtiger. Deze is wat gevaarlijker, wat listiger in de kont. Maar puur qua beleving staat deze bovenaan. Hij zingt, hij sist, hij fluit, hij brult. Die Kleiweg kan naar zijn sleutel fluiten. Zo, en? Nou, ik zou je zeggen, op dit soort wegen, een beetje zand, haakse bochten, is die STI gewoon leuker dan die Focus. Echt waar. Maar goed, op de gewone openbare weg en zo, dan is die Focus echt de duidelijke winnaar. Dus ja, die neem ik gewoon weer mee terug. Dus, ja, jammer dan. Ja, ik... Flikker op.